zijn er ook onderwerpen waarvan je zegt, nou die heb ik bewust nooit geschilderd? Eigenlijk vind ik het qua esthetische invulling vind ik het niet zo belangrijk wat je schildert, maar hoe je het schildert. Ja. Dus wat voor verhaal je ermee kan maken. En dan maakt het mij niet zoveel uit wat het onderwerp is. Ik verbaas me er altijd over, laat ik het zo zeggen. Schilders die hun hele leven met één onderwerp bezig kunnen zijn. Hè? Neem de koffiepotten van Gubbels bijvoorbeeld, Klaas Gubbels. Hartstikke goed. Maar ja, op een gegeven moment ben ik toch verbaasd over het feit dat je daar je hele leven mee bezig kan zijn. Dat is niet jouw ding. Dat is niet mijn ding. Het realisme wel. En trompe-l'œil natuurlijk heel veel voorbij zien komen. Is dat ook jouw aard om de mensen een beetje in de maling te nemen? Nou ja, het is, je kan er wel humor in verstoppen eigenlijk. Ja. Het is een schijnwereld vertonen. En dat vind ik wel een interessant gegeven. Ik zag op een gegeven moment dit schilderij en toen vertelde Kenneth dat hij eigenlijk deze foto, een krantenfoto, van Rutte met Zijlstra bij het aftreden van Zijlstra, dat hij dat als uitgangspunt genomen heeft. En dat ik zie wel vaker zo van die foto's in zijn atelier rondslingeren waar hij iets mee gedaan heeft. Kenneth is dan wel iemand die heel graag toch, ook als hij een portret schildert, heel graag toch iets doet met de kleur, dat het in ieder geval ook in dat opzicht interessant wordt. Hè? We hebben zo'n jasje en die achtergrond, die kroon, ja, dat maakt het toch een kleurig en interessant geheel. Ik geloof dat jij hem gevraagd had, breng eens iets mee wat voor jou typerend is. Ja, ja. Het is een attribuut dan uit een of ander stuk geweest. Dan. Ja. Ja. Hij heeft die kroon nergens voor gebruikt, ik weet niet waarvoor, maar in ieder geval. Dit is meneer Zelf. Ja, dit is een broertje van dat schilderij dat boven hangt. Dit is,